Het terrein van de begraafplaats Nieuwe Oranjetuin tussen de Gravenstraat en de Nassilaan wordt opgeknapt. Dit maakte districtscommissaris Jerry Miranda vandaag bekend op een persconferentie. De bedoeling is dat de tuin met graven helemaal wordt schoongemaakt en dat de schutting wordt opgeknapt. De voorbereidingen voor dit project lopen al een poos en het is de bedoeling dat binnenkort gestart wordt met de schoonmaken, zegt de DC. Verschillende andere organisaties, zoals Stichting Toerisme Suriname, zullen een belangrijke rol spelen bij de rehabilitatie van de tuin. We mogen niet teruggaan naar de situatie waarbij de tuin er vervallen uitziet, zegt de DC. We houden van dromen in dit land. Maar als u dromen heeft en u heeft de middelen of de mogelijkheden niet om het te doen, kruipt u weer in uw bed en gaat u slapen en droomt u maar door. Ik ken zulke plannen voor ordening binnenstad, zulke voor aanpak van dit en niets gebeurt. Daarom heb ik u in een eerder gesprek gezegd, het woord commissie is bij mij bijna, ben ik bang om het te noemen. Want commissies is hoeveel geld gaan ze verdienen mee, God kijk, missieven van de minister, zoveel, en dat werkt niet. We moesten een middenweg vinden om met weinig middelen, want we zijn geen bedelaars, het is onze tuin, met weinig middelen zoveel mogelijk te doen. Want als je nu een begroting laat maken om die tuin helemaal te restoren, dan praat je over een paar miljoen. En nu gaat u mij vragen dadelijk als pers, en Miranda, heb je een paar miljoen? Ik heb geen rode koperen cent. En dat is nu die uitdaging. Om alle neuzen in één richting te krijgen, om te proberen met Milieugroen, met de politie, met monumentenzorg, met TCT en vanuit de bestuursdienst, wat hebben we en wat kunnen we doen. De commissie die belast is met het project wordt geleid door Johan Rozer. Tijdens de opknapwerkzaamheden zal de politie de ontwikkelingen van de tuin nauwlettend in de gaten houden, zegt de DC. Jerry Akkum, directeur van de Stichting Toerisme Suriname, is blij dat de Oranjetuin eindelijk wordt opgeknapt. De Stichting Toerisme Suriname vindt het ook heel belangrijk als pilotproject. We beginnen ergens de Oranjetuin, maar uiteindelijk moet je het als model gaan gebruiken om ook andere plekken dienovereenkomstig aan te pakken. En dan zul je zien dat de stad Paramaribo, die ons alle dierbaar is, dat er plotseling een opleving zal komen. En daar gaat het per slot van rekening om. Met z'n allen aanpakken en we juichen dit ten zeerste toe. Echt waar, heren, dames. Alleen door samen te werken kunnen we resultaat boeken. En ik ben het helemaal eens met meneer Rozer. Er is misschien geen geld, maar er is wel kennis. En to join forces zullen we heel veel bereiken. En laat dit als voorbeeld dienen voor de rest van de samenleving. Dat we het toch wel samen kunnen en moeten doen. Dat was Jerry Akkum, directeur van de Stichting Toerisme Suriname. Het terrein van de begraafplaats van de Oranjetuin wordt opgeknapt. En dit maakte districtscommissaris Jerry Miranda vandaag bekend.